Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Verstraeten Tuincentrum. Van cultuurtips in Bezel met Sjaak tot de tuin in met Joost. Je ziet het allemaal bij Dwars door Limburg. Ja, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Dwars door Limburg. Ik heb er ontzettend veel zin in. Mannen, hoe is het met jullie? Goed. Goed, we zijn er zomaar goed doorgekomen. Ja, maar we moeten wel al wennen aan de herfst. Ja, ik vind dat wel een ding, ja. Blaadjes beginnen weer te vallen. Ja, dat is jouw afdeling, hè, Joost. Mag ik ze weer opruimen? Ja, dat dacht ik al. Ik wil even beginnen bij jou, Sjaak, want ik ken jou natuurlijk als artiest, hè, als muzikant. Ja. Maar ik zie hier toch echt staan cultuurverbinder in Bezel. Ja, cultuurmakelaar zelfs. Makelaar, jeetje, wat een mooie term. Sinds januari van dit jaar hebben ze daar 2 cultuurmakelaars in dienst genomen. En jij verkoopt cultuur? Zo kun je het noemen. Nou ja, een makelaar toch? Aanbod. En wat ik tot nu toe heel veel gedaan heb, is het verzamelen van wat er allemaal is, wat er allemaal speelt in Bezel. Letterlijk en figuurlijk ook. Ja. En verbindingen aangaan en nieuwe dingen organiseren. Van festivaletjes tot exposities tot van alles en nog wat. Kunst, muziek, verenigingsleven. Het is me op het lijf geschreven. En als iemand hulp nodig heeft? Moeten ze mij bellen. En waar kunnen ze jou vinden? Bij de gemeente. Bij de gemeente, in Bezel natuurlijk. In Bezel. Ja. Joost. Ja. Ik heb zo'n zin in een gesprekje met jou. Ik heb sinds kort een moestuin. Ja. Ja. Nou, werd ik wel een beetje uitgelachen, want het is niet zo'n handige tijd om te beginnen, hè? Nee, als ik dan sinds kort hoor, dan... Nee, ja, echt 3 weken. Een beetje laat. Ja, in de kas, daar wel. Oké, dat is ook positief. Maar... groeit er nog wel ietsje. Ja. De grond wordt kouder, het wordt buiten kouder. Ja. Gaat toch lastig worden? Ja. Ik weet niet wat je gezet hebt. Ja, spinazie tot nu toe. Het is niet zo spannend nog. Die bladspinazie? Ja. Zou nog wel eens goed moeten kunnen komen. Oh, ik werd wel bang. Heb je nog meer tips? Want ik wil graag beginnen bij jou eigenlijk. Je hebt een tuintip als het goed is. We hebben een filmpje opgenomen. Oh, nou laten we daar maar eens eerst naar gaan kijken dan. De blaadjes die vallen weer van de bomen. We staan hier onder de linden. Die laten onze blaadjes los. De essen zijn ook al aan de beurt. En ook de notenbomen, daar vallen de blaadjes weer vanaf. Bij de bladhoudende struiken is het dan wel belangrijk dat je de bladeren ook van de struiken afhaalt. Want bladhoudende struiken, dat zegt het al, in de winter houden die ook het blad. Dus dan wil je die ook dat die er netjes uit blijven zien. Dus de blaadjes er even vanaf halen, of met een hark, of even met de hand. En als je de blaadjes dan regelmatig eraf haalt, krijg je geen kale plekken. En net zoals bij de taxus en bij de klimop, halen we ook bij de jonimus, de kardinaalsmuts, de blaadjes eraf. Dan krijg je geen kale plekken. Ook de klimop. Ja, haal daar eventjes de blaadjes vanaf. Pas wel goed op, want de klimop die bloeit nog heel lang door. Dat je de bloemen er niet afhaalt, want dat zijn eigenlijk een van de weinige bronnen van stuifmeel. Nou, dat ziet er toch vrij professioneel uit, zo als je de tuin aan het aanharken bent. Daarom ga ik in de kast, dat snap je, hè? Dat lijkt me wel verstandig. Ja, precies. Je hoeft niet zo overdreven, zo iedere keer, iedere week al die blaadjes eraf te poetsen. Kijk, het gaat erom dat als die blaadjes er een tijd lang op zitten, je hebt flinke kluit. Nou, dan gaat het een beetje broeien, dan krijg je schimmels. Ja, en dan vallen dan kunnen de stakken compleet uitvallen, krijg je echt kale plek. Ja, precies. Wat doe jij nou met je bladafval? We gooien een begrote hoop. Ja. En op dit moment worden nog afgevoerd en composteren. Op de lange termijn dan gaan we zelf composteren. Oh, dat is ook interessant. Nu heb ik nog geen ruimte ervoor. Ik heb ook wel eens gehoord dat het heel goed is om een beetje een hoopje te laten liggen in je tuin voor de egels. Dat is eigenlijk voor alles goed. Het is voor de bodem goed, want in principe die bladen hebben eerst in de boom gegroeid. Dus de voedingsstoffen zitten nog een beetje in. Mm-hmm. Het valt op de grond en daarna geeft de bladen, die geven het weer af aan de bodem. En dan kan een boom of een plant, die kan het weer fijn opnemen. Ja. En voor de insecten is het ook prima. Dus niet alles opruimen. Maar ik heb begrepen dat het niet op het gras mag blijven liggen. Of wel? Dat is hetzelfde idee als eigenlijk met die met net die bladhoudende struik waar je het even af moet halen. Ja, wel. Dan krijg je gewoon kale plek. Ja. Zonde. Ja. Oké, ja. Ja, dat moeten we ook niet willen. En als je nou voldoende blaadjes laat liggen, heb je eigenlijk die insectenhotels. Zou je helemaal niet nodig hebben. Ja. Kijk. We zijn veel te netjes. Ja, precies. Ja. Dus het grofs opruimen, maar ook wat laten liggen. Ook wat dat laten is altijd liggen, goed. Ja. Ben je een tuinder? Ja, moet ik helaas nee zeggen. Nee, ik ben niet zo... Heb je een tuin? Ja, ik heb al een tuintje.
Dus dat is voor mij prima. Voor en achter. Ja. Wij zijn een van de weinige landen met voortuinen. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Dat is en echt, vind ik wel leuk. Moet je eens op letten als je naar het buitenland gaat. Dat echt weinig, dat is zo, hè? Weinig landen hebben voortuintjes. Okay. Ja. Maar je bent wel van het nieuws. Dat wel. Ja. Wat is jouw nieuws van de week? De aanmeldingen voor de avond van het sport zijn geopend in Horst en Maas. Een soort sportgala kun je het zien. En ieder jaar is er weer een ander thema. En dit jaar is het thema scheidsrechters en officials. Dus die staan dit jaar in het zonnetje. En alle verenigingen uit Horst en Maas kunnen scheidsrechters en officials inschrijven om die in het zonnetje te laten zetten dit jaar. Leuk. Ja. Leuk initiatief. Ja, en ook een goed thema, vind ik. Ja. Want dat is vaak een onderbelichte vrijwilligerstaak. Nou, dus, absoluut, ja. Ja. We behandelen ze niet altijd even netjes. Nee, daarom. Nee. Nee. Sjaak, heb je wat met nieuws of niet? Ik heb zeker wat met nieuws, ja. Volg jij het op de voet? De meest belangrijke dingen wel, ja. Ik kijk 's morgens wel even op mijn telefoon om te kijken wat er allemaal gebeurt. Ja. Ik word er niet zo blij van. Nee. En soms doe ik het ook niet en denk van nou vandaag maar even niet, anders zit ik dat met zo'n gezicht. Ja, dat is wel. Volgens mij ben ik verslaafd aan nieuws of zo. Ja? Want het is echt gewoon, als ik naar het toilet ga, even, Google, was het laatste nieuws? En dan begint ze... Ja, maar even de dingen mee. Dat er nou geen telefoon begint te rammelen. Maar ja, dan wil ik even weten, wat is het laatste nieuws? En dan krijg ik weer een updateje, ja. Ja. Maar ik word er ook niet blij van. Nee. Heb je nieuws uit de cultuursector? Want daar word ik wel blij van. Het gaat... Ik wil vooral even terugkijken afgelopen zomer. We hebben in Bezen een grote kleimanifestatie gehouden. Dat zit bij ons helemaal daar in de regio. Want het gaat over keramiek. En dat gaat over gresbuizen die daar vroeger werden gemaakt. Gresbuizen, dat zijn de rioleringsbuizen van vroeger. Oh, die zitten is dat materiaal? Ja, die zitten er nog wel in de grond. Ja, die zijn zo goed, die zitten er gewoon nog steeds. Ja, nooit kapot. Niks van vroeger gaat kapot. Zolang je niet schop tegenaan rampt of een graafmachine, blijft fijn zitten. Ja. Ja. Nou, die werden daar dus heel veel gemaakt. Die manifestatie die was in het Grescollege, je hoort al aan de naam. Ah. Dat is een oude fabriek waar vroeger die gresbuizen werden gemaakt. We hebben daar een manifestatie georganiseerd samen met de gemeente Venlo en de gemeente Gennep. Want we willen de regio Noord-Limburg helemaal in het teken zetten van de klei. Van de klei. Ja, en het is, deze was vooral gemaakt voor de makers en de bewaarders van keramiek en van klei. Maar het werd zo'n groot succes dat we al gesprekken aan het voeren zijn om het ieder jaar weer te laten terugkomen. Wauw. Ja, er werden workshops gehouden, er was een expositie georganiseerd in samenwerking ook met Tienschuur in Tegelen. Wat natuurlijk het museum is voor klei en keramiek. Ja. En we hebben in Bezel zelf de SBKE, de Stichting Beelden, de Stichting Bezelse Keramisch Erfgoed. Ik moet het even goed zeggen natuurlijk. Ja. En die werken samen met de Sint-Joris. Daar werden vroeger hele grote beelden gemaakt van best wel beroemde kunstenaars. Die wij overal weer uit heel Europa weer terughalen. Als die worden afgebroken bij een school of bij een kerk of zo. En dat wordt allemaal bewaard. Ja, en dat die hangen allemaal aan je lippen, zie je dat? Ja, dus ik vind het echt interessant. Maar het is ook best wel een ding. Ja, ja. Ja, ja. Ja, en vooral natuurlijk met Venlo en Gennep samen. Dat wordt alleen maar groter en groter. Ja. Ja. Dus dat was een... Maar dat is al geweest, dat hè? Dat is al geweest. Heb je hem iets meegenomen dat we het kunnen bekijken? Ik heb een filmpje meegenomen, maar ik weet niet of dat aangekomen is. Geen flauw idee. Gaan we nu zien. Ja? Welkom bij de Greswaren in Reuver. Vandaag is er een speciale netwerkdag aan en het staat allemaal in het teken van klei. Met klei werken is eigenlijk een van de makkelijkste materialen. Je hoeft er niet heel veel kennis over te hebben. Je kan eigenlijk gewoon met een homp klei gewoon beginnen en gewoon wat maken. Waar de ene het makkelijk vindt, vindt de andere het moeilijk. Kijk, je ziet dat kinderen komen in aanraking met klei en vaak gaan ze dan dingen maken die dan ook meteen kapot gaan. Dus kinderen leren eigenlijk dat klei eigenlijk gewoon helemaal niet leuk is, want het mislukt voortdurend. En als je het goed gebruikt, als je goede instructie krijgt, als je het allemaal heel goed doet, dan zie je dat je met klei kunt toveren. Wat een ontzettend leuk filmpje was dat. Oh, maar wie heeft dat gemaakt? Nou, daar vraag je me wat. Ja. Je hebt geen idee. Ik zou de naam niet weten, nee. Er waren een aantal mensen die daar hebben gefilmd. Maar waar dit nou precies vandaan komt, weet ik echt niet. Wat ontzettend leuk. Ja, en wat was die naam? Want je hebt hem nog gezegd, was het Ghostbuster? Ghostbuster. Ja, dat is een rising star in de keramische
wereld, zeg maar. Ja. En die gaf niet alleen een lezing, maar die heeft er ook een smartlap gezongen. En in eerste instantie dachten we van, kunnen we dat wel maken, die jonge vlerk? Want het is echt een vlerk. Maar hij ging daar staan en hij vertelde over zijn hele leven. En hij had bijvoorbeeld een brandblusapparaat nagemaakt, maar dan van klei. En hij gaf allerlei dingen zo rond, waar is van 150 mensen of zo. En die mochten dat dan zo rondgeven. Maar toen kwam hij met een brandblusser, dus hij gaf dat aan de eerste man of vrouw, dat weet ik al niet meer. Dat ding was loeizwaar. Ja, maar die moest ook rond. Ja. Ja. En toen begon hij nog een liedje te zingen, het smartlap. Heerlijk. Ja, super. Nou is dat al geweest. Kunnen we daar nog iets mee? Ik hoop dat jullie volgend jaar allemaal kunnen komen. Daar hou ik je aan. Ja. We verwachten een uitnodiging, toch? Zeker. Ja. Goed. Nou, over het verleden gesproken, daar heb je ook wat mee, toch? Ja, zeker. De oorlog. Helaas, dit jaar 80 jaar vrijheid, bevrijding in Nederland en deze regio. Ja. Nou, dit jaar in deze regio, hè? Volgend jaar Nederland natuurlijk. Ja. En natuurlijk is dat ieder jaar belangrijk om erbij stil te staan. Maar om de 15 jaar is dat altijd wel goed om daar eens even speciaal bij stil te staan. Ja. Ben jij daarmee opgegroeid met de verhalen van de oorlog? Ja, mijn opa een beetje, maar hij vertelde niet heel vaak daar wat over. Dus niet echt. Nee. Jij wel, Joost? Ik heb er ook van gehoord, ja, van mijn opa. Ja, dat, ja. Maar verder, op school? Of, uiteraard, tuurlijk. Dat hoort. Ja, op school wel. Bij geschiedenis krijg je dat gewoon. Ja. En als je dan nog af en toe met je ouders naar musea gaat of zo. Ja. Ja, dan leer je er ook nog meer over. Nou ja, ik vraag dat omdat ik hoor steeds meer dat jongeren geen idee meer hebben. Nee, dat is waar. Ja. Zelfs het hele verhaal in twijfel trekken. En daar schrik ik wel van. Ja, dat is niet eigenlijk. Nee. Is het daarom zo belangrijk dat we blijven herdenken en blijven... Zeker, en vooral ook nu, hè, wat er allemaal om ons heen gebeurt, Oekraïne, Israël. Dat zijn wel, heel vaak mensen zeggen, het komt dichtbij, maar het is er altijd en dat is gewoon niet goed. En we moeten daar gewoon blijven bij stilstaan. Het is nooit het verleden ingekomen, hè? Nee. Heel we gaan even kijken naar wat jij hebt meegenomen. Ja. Nou, dat Horst gebombardeerd is, dat was toen, dat we op beukenutjes hebben door. Dus niet weer het onderzee, zeg maar. En dan kwamen er mooie toes weggelopen, dat mogen we niet. Want we zijn nog maar 8 jaar. Ja, met een jongen te buurt. Ja, toch beukenutjes rapen, hè. En dan kwamen die vleegtuigen, die kwamen er eigenlijk zo wat van het bietveld af. En zo doken die naar en eens vielen er 2 bommen uit. En dan explodeerde die ergens in Horst, in Duirp. En dan vloog die weer weg en dan kwam die weer terug. Ja, en dat bleef wel even in de gang. En een vrouw daar, die wist dat we daar waren. Die kwamen zalen en we door de meiden over de kelder heen. En toen dat dan afgelopen was, toen liep hij weer heen. Zo door de dingenstraat, door Meerendonkstraat. En toen waren er door het gashuis 2 gevallen. Weer bommen, want weer heel week vergaten. Dat huis wat er afgebrand is, dat loopt er toen ook zo bij. Alle pannen eraf, dak er half af, ramen er al uit. En nu met die brand is het eigenlijk hetzelfde. En toen werd het natuurlijk door de kranen stort naar huis. En het was natuurlijk toen blij dat we weer allemaal eigenlijk terug waren. Want die wisten dat we in Horst waren. We hadden dat niet gezegd, maar die mekkers die wisten dat toch. En dat soort weer hoor. En heel veel de bommen. Hè. Maar allemaal goed afgelopen. Maar we waren in Horst wel 36 doeien toen. Ja, soms kwam het wel heel erg kort bij. Want aan een hersen gebombardeerd is, dat is geweest in 1942. Toen was ik nog maar 6 jaar. Maar ik weet het nog. En toen zaten we in de kelder. En bij ons viel de pannen van de daken, de route kapot. Ja, dan werden we wel bang. Maar als er verder niks is, dan zit ook niet bang. Ook dat vind ik dat wel een beetje avontuurlijk. We hebben met munitie gespeeld en met granaten gegooid. Mijn broer en ik met zo'n granaten. Ja, die kon zich amper huffen wie het verste kon gooien. Ja. En kogels in het vuur gooien. En allemaal zo'n rotstreek. Maar we beseften niet dat we eigenlijk heel voorzichtig moesten zijn met dat spul. Ik had een revolver gevonden.
En dan proberen met te schieten met dat ding. Maar we kenden dat niet. Moesten die beveiliging er niet af. We wisten allemaal niks. Maar ja, toch mee wat plagen, hè. Ja, levensgevaarlijk. Maar dat deed ik gewoon. Je zou eigenlijk zeggen, midden tussen de explosieven en de munitie. Ja, dat waren gewoon zo. Ja, dat waren gewoon zo. Ja. Dat kunnen wij ons toch helemaal niet voorstellen, jongens. Gelukkig maar. Ja. Gelukkig maar. Ja. Dat is waar. Ja. Zijn jullie wel eens in het Oorlogsmuseum geweest, toevallig? In Overloon, ja. Jazeker. Ja. En, ja. Vond je ervan? Ja, dat was weer een aantal jaren geleden, maar ja, ik vond het wel heftig. Ja. Ja. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja. Ik weet toevallig dat jij in het gasthuis in Horst werkt, hè? Ja. En onder in de kelder, waar nu de kantoren van de bibliotheek zitten, was de schuilkelder. Ja, klopt. En nou schijnt het dat de mannen van het gasthuis een waanzinnig verhaal hebben daarover. Dat daar werd vroeger vlees gepekeld. En dus daar stonden van die grote bakken. Ik heb geen idee hoe het werkt, hoor. Dus als ik iets heel raars zeg, dan bied ik vast mijn excuses aan. Maar er zat vlees in en door daar heel veel zout of zo, ja, dan pekel je dat. Ja, ja, dat? Ja. Oh, gepekeld, ja. Godzijdank. En maar daar zaten dus ook twee piloten verscholen. En als op een gegeven moment toch de vijand dichterbij kwam, dan moesten ze in die bakken dat vlees op hun en rustig ademhalen. En daar hebben ze heel wat uren doorgebracht, maar ze hebben het wel gehaald. Ja. Oh, speciaal. Iedere keer als ik in het gasthuis loop, moet ik er toch even aan denken. Ja, zelfs hier beneden, hè? Hier beneden, ja. Ook in dit gebouw? Is ook een hele grote schuilkelder. Jeetje. Ja. Ik heb daar een aantal jaren gewerkt als schilder, als beeld- en kunstenaar. Ja. Oh jee, ja. Ja, ja. Mooi. Wat doen jullie in Bezel? Tuurlijk doen jullie wat, maar wat doen jullie in Bezel? Met nou, het wordt allemaal wel groot, wel heel groot aangepakt. Ja. En zelfs in samenwerking met Duitsland, met Brugge, dat is bij ons net over de grens. Ja. Daar gaan we wel iets groots mee doen. Ja, er zijn ontzettend veel samenwerkingen over de grens. En wat misschien wel opvalt, is dat ik wel heel erg graag mezelf verdiep in de oorlog. En ik kom dus ook heel graag op het Duits Kerkhof in IJsselstein. Ja. En daar werken wat mensen die hebben zoveel kennis. Ja. En wat ik dus nooit heb beseft, is dat de Duitsers, de Duitsland, dat zij bijvoorbeeld zorgen voor Auschwitz. Dat vind ik dan heel, heel bijzonder. Ja, dat is dan. Maar ook een uitwisseling hebben met het Duitse kerkhof in IJsselstein. Dus samen zorgen zij voor het onderhoud en stoppen zij er heel veel energie in. En ik vind dat een hele mooie gedachte om zo, zeker, om zo bezig te zijn. Wat doen jullie in Horst aan? Dat is eigenlijk in de hele maand november is er van alles te doen. Verschillende activiteiten, ook veel muziek ook in verschillende dorpen. En wij met Omroep Horst en de Maas gaan een speciale campagne doen samen met de gemeente. En die start begin november en dan wordt er iets uitgereikt, dat kan ik nog niet zeggen. En uiteindelijk aan eind november dan is er een hele stoet door de gemeente. Wanneer was de bevrijding? 26? Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Het evenement in ieder geval is 23 of 24 november, dan is in Horst de stoet. Dat weet ik wel. Maar volgens mij zeiden wij laatst nog, het valt toevallig ook op een zaterdag. Het kwam mooi uit. Volgens mij is die datum wel. Weten jullie die van jullie gemeente? Nee, niet precies. Maar ik hoorde iets van carnaval zaterdag of zo. Maar de 11e van de 11e? Ja, nee, 2025. 25. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Bezel pas in 2025? Ja, blijkbaar. 80, ja. Okay. Ja, ik was er niet bij, maar moet ik eens opzoeken? Nee, gelukkig maar. Moet ik eens opzoeken. We gaan door naar jou, Joost. Want je hebt nog meer tips voor ons meegenomen, toch? Als we de tuin in moeten. Inderdaad. Ik heb nog wat tips over het gras. Over het gras. Heb je filmpjes meegenomen? Want inderdaad. Dat maakt het voor mij wat logischer, hoor. We hebben een filmpje. Ik moet nog veel leren, ben ik bang. Het gras hoeft in het najaar al wat minder gemaaid te worden. De dagen worden korter, de temperatuur is wat lager, dus maaien is niet zo vaak meer nodig. Zorg er dan wel voor dat je niet wacht dat het gras mega lang is geworden. Dan wordt het gewoon een rommeltje en dan krijg je extra morsvorming. Blijf het gras maaien op zijn 4 tot 5 centimeter, alleen past de frequentie ietsje aan. Ook in het najaar heeft het gras nog even wat extra verzorging nodig. Het is het beste als je het nog een keer bemest, dat het gras netjes de winter in gaat en voldoende sterk is. Zorg er dan wel voor dat je een mest kiest met niet te veel stikstof erin en vooral veel kalium. Dus het gras blijven maaien. Blijven maaien. Dat kan ik onthouden. Ja, anders wordt het gewoon een rommeltje. Het is verleidelijk om te denken, nog één keer in het eind van het seizoen en dan is het wel goed. Maar door het een rommeltje gaat het eigenlijk niet mooi de winter in. Gewoon blijven maaien en dan hou je gewoon het beste gezond. Nou,
Dat is een hele mooie tip. Had je die mooie maaien gezien? Deze rode of die andere? Ah, dit, je hebt de achtergrond hebben een benzinemaaien. Zo'n stinkend kreng, iedere keer benzine erin gieten. Je kan gewoon tegenwoordig ook al een accumaaien kopen. Die zijn goed genoeg. En dan is het eigenlijk nog wel de betere keuze. Ja, nou, dan zijn we ook nog... Heb je gras of niet? Ja, ik ben wel van het gras, maar niet van de tuinen. Ja, ben je toch ook van de tuin? Ja, oké. Het gras vind ik wel belangrijk. Alleen, het gras moet er allemaal uit, want het is één grote puin. Oh, jee. Maar geen tegelspoten, hè? Nee. Ik heb een elektrisch... Een robot maaien? Nee, gewoon op stroom. Ah, op zo. Ja. Oppassen dat je die kabel niet... Ja, dat is iedere keer, dat is nog altijd een mooie, maar het gaat nog niet. Ja, precies. En Sjaak, heb jij gras? Maar je hebt ook gras? Ja, wat moet je anders met een maaier? Dat is wel een grote tuin, 1500 vierkante meter. Dus netjes. Ja. En veel gras dus ook erin? Ook gras, ja. En dan bomen en fruitbomen. En op zaterdagmiddag? Nee. Gewoon zoals het uitkomt. En als ik denk van oké, het heeft weer een beurt nodig, dan... En ook op accu dus. Op dus accu, allemaal een beetje klimaatvriendelijk bezig. Ja. Gelukkig. Zeker. Jij bent van de muziek, jij van de tuinen en jij vooral van het nieuws. Maar zij ook van het zingen. Lijkt me niet zo'n goed idee als ik ga zingen. Nee, nou... Ik vind het heel fijn om te zingen. Ja, en het is ook heel goed om te zingen. Ja. Hè? Want je wordt daar vrolijk van. En een beter mens. Niet iedereen die naar jou luistert wordt per se een beter mens. Maar je wordt er echt gezonder van zingen. Volgens mij wel een leuk filmpje als het gaat over zingen. In principe zou iedereen moeten kunnen zingen, want iedereen heeft een stem. Alleen, je moet ook kunnen nazingen. Je moet de toon kunnen houden. Dat is niet iedereen gegeven. Sommige mensen hebben een wat helderdere stem als andere mensen. Dus, en hoe vroeger je begint met zingen, hoe makkelijker het ook is, denk ik. En het moet ook een hobby zijn van je. Meestal als mensen binnenkomen hier in het koor, dan krijgen ze een stemtest. Vooral om te weten, bij welke stem hoor je. Niet iedereen heeft even hoge stem. Dat is een beetje afhankelijk van hoe lang je stembanden zijn. Hoe langer de stembanden, hoe lager je stem. Zou je denken dat het andersom is, maar dat is niet zo. Dus dan word je ingedeeld bij de sopranen, bij de hoge stemmen, of bij de mezzos, bij de middenstemmen, of bij de alten, bij de lage stemmen. Er was één keer iemand die had zo'n lage stem dat die zelfs de laagte van de alte niet aankon. Ja, dan kon ze dus eigenlijk niet meezingen. Dus er zijn ook wel een paar mensen geweest die de tonen gewoon niet na konden zingen. Dus ik geef een toon en ze moeten die nazingen. En als dat helemaal niet lukt, niet matcht, dan wordt het ook moeilijk. Je kan altijd op proef hier komen. Je kan gewoon eens een keer een avondje meedoen. En daarna bepalen wij wel of je kan zingen of niet. En er zijn er niet heel veel mensen die niet kunnen zingen. En het is ook een leerproces. Je moet jezelf de kans geven. Ik zeg altijd tegen vrouwen die hier komen van... geef jezelf een jaar de kans om in het koor te komen. Om de partijen meester te raken. Om je eigen partij, of om een beetje vertrouwd te raken met je eigen partij. Aangeschoven is Tamara Theeuwe. Welkom. Hi, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, nou, ik vind wel. Vind je het gezellig? Ja, zeker. Ik vind het hartstikke leuk. Net zo gezellig als het koor, of zeg je nou? Nou ja, ik moet nu wel een repetitieavondje missen. Nee hoor, grapje. Nee, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, snap ik. Maar er is ook een speciale reden waarom je hier bent, toch? Ja, klopt. Wij bestaan dit jaar 35 jaar. En op 5 oktober hebben wij een jubileumconcert in de Binger in Meijel. Dus vandaar dat wij daar iets meer rugbaarheid aan wilden geven. En vandaar dat ik hier ook ben vanavond. Superleuk. Een concert, zeg je. Jullie hebben nu een 30 mannen, wou ik zeggen, maar vrouwen. Ja, femme vocaal. Femme, zoals ze het in Frankrijk zeggen. Ja, mannen dus ja, zijn, helaas.
zijn welkom bij een ander koor. Die mogen komen kijken. Die mogen komen kijken. Dat doe je heel goed. Wij, ja. 30 leden hebben jullie op dit moment. Onder leiding van, ik ben haar naam even... Veron Jongstra. Ja. En zijn er nog leden welkom eigenlijk? Ja, natuurlijk. Er zijn altijd leden welkom. Ja, hartstikke leuk. Laat je verrassen. Ik heb me laten vertellen dat het gewoon binnenlopen is op de woensdagavond in de Wingerd. Ja, klopt. En dan mag altijd. Zeker. Kun je gewoon kijken of het voor jou geschikt is. Ja. Ik denk niet dat ze het nog halen om het concert mee te doen, wel? Nee, dat lijkt me ook een heel moeilijk verhaal. Ja. Maar daarna hebben wij weer alle tijd voor nieuwe leden. Ja, precies. Jullie hebben gekozen voor het thema powervrouwen. Ja, zeker. Waarom? Nou ja, ons koor bestaat uit een heleboel powervrouwen. De een heeft een heel mooi verhaal wat kracht vereist en de ander heeft ook weer een heel mooi verhaal. Wij variëren tussen de 25 en de 68, uit mijn hoofd gezegd, qua leeftijd. Dus een hele diverse groep. En het pakt allemaal fantastisch goed onderling. En toen wij gingen nadenken over het jubileumconcert, bedachten wij, ja, we moeten een thema hebben. Dat zou nou leuk zijn. En vandaar dat wij een aantal liedjes ook in ons repertoire hadden al. Wat oorspronkelijk door powervrouwen gezongen is. En dat we dachten, ja, daar gaan wij eens eventjes een mooi concert omheen breien. Kun je er wat voorbeelden van noemen van zulke liedjes? Ja, dat kan. Lady Gaga. Ah, hè? Ja. Een van de nieuwere liedjes, zeg maar, die wij doen. Maar ook bijvoorbeeld Aretha Franklin. Ik dacht, ze gaat Aretha Franklin. Ik denk, dat kan niet anders. Respect. Ja, ja. Nou nee, het is een medley. Nee. Ah, maar wel inderdaad, respect komt er wel in voor. Ja. Tuurlijk. Ja. En jullie willen uitstralen wat voor power jullie koor ook heeft. Ja, klopt. Dan. Ja. En dat het niet alleen maar een suf groepje vrouwen is of mannen. Hè? Ja. Want er zijn natuurlijk ook mannenkoren of gemengde koren. Maar dat het echt hartstikke leuk is en muziek verbindt. Ja. Dus het is echt heel gezellig. Komt Wordt dat nog steeds zo gezien, denk je, als stoffig suf? Ja, ik ben bang eigenlijk van wel. Hmm. Ja. Met al die promsconcerten die we tegenwoordig overal zien. En, ja, het kan soms wat zwaardere muziek ook zijn. Mm-hmm. En wij willen eigenlijk wel een beetje soort van het tegendeel bewijzen. Ook wij hebben wel wat zwaardere muziek, maar je moet ook aan al je leden zeg maar een beetje gehoor geven. En dat er ook van alles mogelijk is in een vrouwenkoor. Ja. Waarom zit jij bij het koor? Wat maakt het voor jou zo bijzonder? Ja, ik heb zingen altijd heel leuk gevonden. Ik heb vroeger al in een kinderkoor gezongen bij ons in het dorp. En ja zingen, ja, ik vind het gewoon heel leuk. Ja. Dus het zit in je bloed op een gegeven moment? Ja, dat. Ja, muzikale familie ook wel. Ja. Dus, ja. Nou hebben we voor jou een camera, die kant. Dus je mag een oproep doen. Want ik vind dat iedereen bij een mooi koor moet, Joost. Iedereen moet bij Lijkt een goed mooi plan. Koor. Niet dit koor voor jou, maar... Nee. Tamara, de floor is yours. Ja. Nou, ik zou zeggen, als je zingen leuk vindt en je vindt het heel gezellig om op de woensdagavond in Mayol in de Binger komen te repeteren. Ik zou zeggen, sluit even aan. Stuur bijvoorbeeld een berichtje als je meer informatie wilt naar info@femvocaalmayol.nl. En we heten je allemaal van harte welkom. Ja, fantastisch. Als dat geen goede oproep is, dan weet ik het ook niet meer. Ja, even uit de bossenmouw. En dat concert, dat heeft ook nog een bijzondere derde helft, heb ik me laten vertellen. Ja, klopt. Ja. Het was de bedoeling dat wij een band uit zouden nodigen. Nu hebben die helaas afgezegd vanwege privéomstandigheden. Maar nu hebben wij een superleuke DJ. Ah. Dus de voetjes die kunnen van de vloer. Beetje karaoke erbij, wellicht? Nou, wellicht wel. Zeg nooit, nooit, hè? Voor de aanstormende talenten. Ja, ik hoor net dat we aanschuiven. De derde helft in ieder geval. Ja. Dankjewel, Tamara. Graag gedaan. En als je het over live muziek hebt, dan moet je ook echt even denken aan Ned Oudbed. Dat klinkt een beetje gek natuurlijk, maar na dit filmpje niet meer, denk ik. Lekker zinken, lekker windje en lekker weken. Lekker dansen door het leven wie een veken. Al hadden wij maar vleugeltjes. En dan vlogen wij wie de vleugeltjes. Hoe komen jullie aan de naam, Ned Oudbed? Hoe is je naam ontstaan? Ja, nou, we zijn natuurlijk begonnen als coverband van Nedoet Lottum, dus dat knipoogje dat zit er zeker in. Maar het was ook zo, ja, wij waren toen nieuw en fris en we begonnen net. En we hadden zoiets van, nou, wij zijn de jonge broekjes die ook wat met dialectmuziek willen doen. En daar kwam het eigenlijk vandaan en dat is altijd blijven hangen. Vorig jaar de Jo Erensprijs. Hoe kijk je terug op deze prijs? Ja, leuk. Totaal onverwachts. Terwijl er vanuit ons eigen Reuver een hele bus met fans kwam. En die wisten allemaal wat er ging gebeuren. En wij stonden daar niet wetend op de bühne. Voor de kijkers thuis, wat is precies de Jo Erensprijs?
Jo Erens was was eigenlijk een troubadour van vroeger, een muzikant eigenlijk. En in Venlo en omstreken reiken ze elk jaar die prijs uit voor bands en muzikanten die wat toevoegen aan de dialectmuziek eigenlijk. Ik zag op de website dat jij backings bespeelt met jouw mond, met hoge stemmetjes. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik probeer af en toe de hoge tonen te raken. Dat is de backings bespelen met de band. Wat maakt jou het meest enthousiast tijdens zo'n optreden? Ik denk toch wel een enthousiast publiek. Als het publiek goed meedoet en lekker begint te juichen als je een keer een solootje hebt gespeeld of iets, dan ja. Je pakt regelmatig een solootje? Ja, er zitten wel eens wat solootjes in, ja. Ja, ja en net uit bed alleen maar Limburgstalige muziek. Hoor je het Engels, Nederlands? Duits misschien? Nee, net het bed zal nooit Engels of Nederlands of Duits gaan doen. We hebben één keer een uitzondering gemaakt deze zomer. We hebben een Duitse medley gespeeld, omdat we dat van ons gevraagd werd. Maar dat was niet met veel tegenspraak van de band, maar dat was denk ik ook echt eenmalig. Wat is jouw persoonlijk hoogtepunt na 10 jaar net het bed? Dat is... Denk ik wel, ja, we spelen ieder jaar wel een keertje in Venlo, waar ik woon en ook vandaan kom. En dat vind ik altijd fantastisch, om daar in de lokale kroegen te staan. En we stonden daar afgelopen jaar ook voor een afgeladen markt voor het stadhuis. En dat is dan wel heel speciaal, als het je eigen plekje is. Waar kijk je het meest trots op terug? 10 jaar is natuurlijk een hele tijd. Ja, nou sowieso ons eigen album, Uitgeslopen. Daar staan een aantal eigen nummers op, ook echt alleen met de band zelf in elkaar gezet, om het zo maar even te noemen. En verder hebben we een aantal hele grote optredens gehad in Venlo met carnaval, op de parade en op de Zoepkoel ook. In Roermond zijn we natuurlijk begonnen, dat was onze eerste echte grote optreden op de Scholenfestatie, waar het hele stationsplein vol stond. Dus ik kijk nu naar kippenvel, dat was echt heel, heel tof. Ja. Ja. Zijn er nog dromen? Zijn er nog dromen? Dat is een goede vraag. Een tweede album is een droom die vrij kort bij is. Want daar hebben we van gezegd van nou, dat willen we wel graag gaan doen. Maar daar moet nog voor geschreven worden. We hebben nog wat grote podia waar we nog niet hebben gestaan. Dus wie weet. Heren, helemaal betoverd. Krak. Ja. Ja, is dit jullie kind of music? Soms. Ja? Ik hou wel van dialectmuziek. Ja. Ja. Ja, ik ook soms. Ik wel lekker. En dat heeft wel echt dat Limburgse cultuur gevoel. Dat is zo. Ja. Houd me eens vast, vind ik bijvoorbeeld. Ja, die pakt me iedere keer weer. Hè? Ja, zeker. Ja, dat is zo. Ja. Sjaak, jij bent natuurlijk onze muziekkenner. Oh, vertel. Nou, van ons vieren in ieder geval ben jij onze muziekkenner. Wat vind jij van Nedo? Ik vind het een hele leuke band. Ja? Ja, natuurlijk ook omdat ze uit Reuver komen. Ja, natuurlijk. Ja. Dus een beetje trots ben ik wel. Ja. Ja. En zij coveren natuurlijk alle grootheden, hè? Van Rauwen Hessen, Nedo Lottem, Janse Baggerband. Ja. Is dat allemaal jouw muziek? Rauwen Hessen vind ik af en toe wel leuk, als het net op de goede plek, als ik het daar hoor in ieder geval. Ja. Ja. Ja.
is net hoe het valt allemaal. Ja, maar dat is natuurlijk met alle muziek. Ja, dat is... Als ik kan ook makkelijk op de dansvloer staan als er een of andere funky soulband speelt. Dat vind ik ook leuk. Ja. Of disco, jaren 70, 80. Gebeurt er nog iets in Bezel rond de muziek binnenkort? Of? Rond de muziek? Ik ben vooral in gesprek nu met Harmonieën, Fanfare, Zangkoren, omdat wij volgend jaar 750 jaar bestaan. Bezel. Mooie mijlpaal. Ja, samen met Amsterdam. Om maar eens een zijstraat te noemen. Ja. En vast nog wel veel meer andere plekken. Ja. Zou er nog een samenwerking zijn? Dat zou wel heel leuk zijn. Ja. It crossed my mind, maar ja. Goed, we zijn wel van plan natuurlijk om daar iets groots van te maken ook. Dus ik hoop dat we dat met z'n allen samen kunnen gaan doen. Maar dat zit nog allemaal in de koker, dus dat moeten we nog... Dus misschien wacht ons wel een groot festival volgend jaar in Bezel. Eerst nog even naar jou, Niels, want er gaat iets heel bijzonders in Horst gebeuren nog. Ja, het is al gebeurd. Het is al gebeurd? Ja. Heb ik die gemist? Heb je gemist? Ja. De reanimatie-estafette vorige week. Ja. Ieder jaar is de reanimatie-estafette ergens in Limburg. Ja. Vorig jaar was het in Maastricht. Ook een speciale locatie van André Rieu nog. Met heel veel mensen in Maastricht gereanimeerd op zijn eigen muziek. Heel speciaal. Dit jaar in Horst. In het Gasthuis en in de Mertal. Dat is eigenlijk een soort van grote cursus reanimeren. Ja. Dus heel veel jongeren zijn daar aanwezig om te leren reanimeren, wat natuurlijk hartstikke belangrijk is. Ik heb dat inderdaad gehoord, want heel het Gasthuis was bezet met ruimtes waar mensen zaten te repeteren. Ja. Is dat het goede woord? Ja. Oefenen. Hoe zeg je dat? Ja, een mooie event. Heel belangrijk. Waar we heel veel levens mee redden. Daarom. Ik heb het even opgezocht. 40 personen per dag in Nederland hebben een hartstilstand. Zo. Ja. Okay. En de kans dat iemand het haalt omdat wij, als nietswetende burgers gaan reanimeren, is toch 20% groter. Kijk, dat vind ik dan toch wel... Ieder percentage is meegenomen, toch? Gelukkig. Dat lijkt mij wel, ja. Ja, heb jij ooit moeten reanimeren? Nee, gelukkig niet. Een van jullie? Ja, in militaire dienst heb ik dat wel geleerd hoe dat moet. Ja. Maar zelf zo op een persoon nog nooit... Het is zo belangrijk, hè? En natuurlijk op de Bee Gees, is het? Stay Alive? Ja. Ja. Dat schijnt het goede ritme te zijn, ja. Dat hopelijk verandert natuurlijk wel. Ja, dat klopt. Er zijn weer nieuwe inzichten en dan iets aanpassende frequentie. Ja. Misschien leukere liedjes. Het is ooit ook een keer geweest op iets met dat liedje van drugs. Dat rapliedje, drugs. Oh, drank en drugs. Drank en drugs, ja. Want ik wil drank en drugs, dat was het. Maar niet van Need Would Bad. Nee, nog niet. Maar misschien is dat een goede tip. Ja, precies. Heb je een filmpje meegenomen over dat? Ja, we hebben een podcast opgenomen. Oeh. En daarbij spreken we een aantal mensen die zijn gereanimeerd. We hebben een professor. En we hebben ook iemand die is gereanimeerd. Toevallig mijn schoonvader. Die heeft het gelukkig overleefd. En ook degene die hem heeft gereanimeerd zit daar in die aflevering. Wow. Dus dat is heel speciaal. Ja. Kippenvel. Ja, zeker. Kunnen we iets luisteren of zien? Of? Ja, een stukje uit de podcast. Nou, ben benieuwd. Op 6 september 2008, dat was een kille zaterdag, was ik met mijn jeugdvoetbalteam op pad. We hadden een wedstrijd om 1 uur. En die wedstrijd die was denk ik een minuut of 10 was die bezig. Ik was die dag grensrechter namens mijn ploegje. En op een zeker moment kreeg ik een heel raar gevoel in mijn benen. Het was net of die sliepen. Ik sloeg er een keer met beide handen op. En toen dacht ik, dit gaat... wat er aan de hand is, weet ik niet. Maar dit gaat eigenlijk niet helemaal goed. Ik dacht, weet je, ik ben grensrechter. Om aandacht te genereren. Ik denk, ik gooi de vlag maar weg. En roep om hulp. Ik heb die vlag weggegooid. Ik heb mijn handen als een toeter voor mijn mond gezet. En met alles wat ik in me had, om hulp geroepen. Voor mijn gevoel moet dat... tussen het sportpark in Oorlo en de grote kerk in Venrijden, dat is al 6 kilometer tussen zitten. Maar daar moeten ze het gehoord hebben. Maar de werkelijkheid was dat ze op 7 meter afstand van mij zagen dat ik mijn lippen nog bewoog. Ik heb vervolgens mijn handen voor mijn borst, op mijn borst gelegd. Daar ben ik op mijn linkerknie gaan zitten. Ik hoorde een klik in mijn hoofd en het was zwart. Ik vertel het nu in misschien een minuut of ietsje meer, maar... Dat gebeurt dan in 5, 6 seconden. Dus dat is
Dat is vrij heftig allemaal. Ik vind het best aangrijpend om te horen eigenlijk. Ja, heftig verhaal, ja. Heftig. Ja. Ik heb nog nooit iemand gehoord die vertelt dat het hem is overkomen eigenlijk. Ja, vaak is het dan zwart, hè. Dan missen ze een gedeelte van die dag. Ja. Ja. Maar hij kan het echt heel gedetailleerd vertellen. Ja. Ja. Oh, wat bijzonder. Heb jij die podcast? Nee, Brechtje, mijn collega. Godsamme, ja. Een hele speciale podcast. Ja. Ja, dat is niet makkelijk, nee. Ik heb de vorige serie die jullie hebben gemaakt, heb ik geluisterd. Die vond ik ontzettend indrukwekkend, ja. Dus deze ga ik vooral ook luisteren. Ja, op de achtergrond zien we nog een afbeelding van de reanimaties. En ik kan alleen maar tegen iedereen zeggen, is er bij jou in de buurt een dergelijke estafette of een andere cursus? Ga hem vooral even volgen, want daar red je echt levens mee. Joost, ik ben echt heel erg benieuwd naar de plant van de maand. We hebben de sedumsplant van de maand. Eigenlijk weer een groep van plantjes. Ja, kijk maar eens op de achtergrond. Die ken je misschien wel. Hé, maar dat kan zelfs mijn kast nog in. Een vetplantje, ja. Ja. Heel makkelijk plantje. Ja. En daar hebben we nu een... Er zijn tegenwoordig ook hele mooie andere toepassingen. Je kan hem ook op het dak leggen. Op het dak? Op het dak. Het isoleert. Bijvoorbeeld, ja. Als voorbeeld in het filmpje heb ik een tuinhuisje dan. Want ik ga me niet met echte daken bemoeien. Tuinhuisje, ja. Dan blijft het in de tuin. Nou, interessant. We krijgen een kijkje in het tuinhuisje van Joost. Beter gezegd, erop. Onze plant van de maand is de sedum. Hier zie je al vormen. Dit zijn een aantal laagblijvende soorten. En die sedum die is eigenlijk heel erg geschikt om op je dak te leggen. Dan ga ik me niet bemoeien met daken van huizen en dergelijke. Maar voor een tuinhuisje, daar is het wel heel geschikt voor. In dit geval de sedum hebben we hier op rol. Je kan het zien. Hij ligt hier los. En als je dan zelf een sedumdak aan wil leggen op je tuinhuis... kan je van die rollen kopen en kan je die keurig op een dakje leggen. Om het dak van een oud prieeltje weer op te waarderen en weer netjes te maken, hebben we hier zelf een sedumdak gemaakt. Als je een sedumdak zelf wil maken, let er dan vooral goed op dat je een waterdichte laag maakt ten opzichte van het dak zelf. Dat je een groeimedium hebt waar de sedum op kan groeien. En dat je dan de sedummatten netjes op het dakje legt. Zo'n sedummat die bestaat dan eigenlijk uit 5 tot 7 soorten, laagblijvende soorten. Die bloeien ook nog in het fijn in het voorjaar, komen er veel insecten op af. En zorg er wel voor dat je die 2 of 3 keer per jaar dat je wat mest geeft, dat de sedum goed blijft groeien en ook regelmatig water blijven geven. Een sedumdak heeft toch nog wel wat onkruid nodig, naast natuurlijk het water geven en af en toe bemesten. Kijk ook regelmatig of er onkruid in zit en als je onkruid ziet, haal het eruit. Heren, geïnspireerd? Zeker, ja. Ja, het ziet er mooi uit. Ik wist niet dat het zo makkelijk ging. Ja, ja. Dat was eerst een rietendakje. De vogels die hadden al het riet eruit gepeuterd. Ik denk, ja, de zonde om het tuinhuisje weg te doen. Een sedumdak. Ja, nou, ideaal. En het levert wat op, hè? Inderdaad. Ja, goede tip, Joost. Dank je wel. Kunnen we afspreken dat we volgend jaar ergens maart, april een special doen voor moestuintjes? Moeten we wel kunnen organiseren. Moet wel kunnen, hè? Heb ik ook wat aan. Dank jullie wel, heren. Fijn dat jullie er waren. Dat was het weer voor deze keer. Meer activiteiten vind je natuurlijk op onze website. Fijn dat jullie er waren en fijn dat jullie weer hebben gekeken. Heel graag tot de volgende keer. Hoi!